Gekozen tot het talent van de vierde periode, Joey Slegers, en dus een bronzen stier voor hem. Die krijgt hij volgende week in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard uitgereikt. En dit is Gutierrez, een opvallende man in de basis bij de belofte van FC Twente. Lange tijd geblesseerd geweest en viel de laatste week al in bij het eerste elftal van Alfred Schreuder. Dit is Miyagi, scoorde vorige week de aansluitingstreffer in de uitwedstrijd bij Roda. Egan, ook een belangrijke speler, en Hulscher. 1-2 met Oosterwijk, dit is goed. Goeie aanval van de belofte van FC Twente, die de laatste thuiswedstrijd speelt in de Jubilee League. Want volgend seizoen keert jong FC Twente terug in de beloftecompetitie. Dan Eindhoven. Joey Slegers. Slegers, en daar is de kans. En Platel met de redding. Slegers liep makkelijk weg bij Bleker. Joey Slegers dus belangrijk voor Eindhoven dit seizoen en volgend seizoen weer terug in de Rotterdamse Kuip. Dat is namelijk eigendom van Feyenoord. Opnieuw Slegers. Miyagi erbij. En het is een vrije trap volgens de scheidsrechter Martens. En daar hebben ze een specialist voor bij Eindhoven. Branko van de Bomen. Platel met de muur, van de Bomen met de aanloop en... Geluk voor FC Twente, pech voor Eindhoven. Wat een heerlijke vrije trap van Branko van de Bomen, zeg. Komt uit de belofte van Ajax. Van de Bomen. En de lat redt FC Twente. Egan. Met een te korte bal op Miyagi. Overname Eindhoven. En dit is een strafschop. Overtreding van der Heijden. En wat doet Martens? Die geeft de speler, in dit geval Sebastiaan de Wilde van Eindhoven, een gele kaart. Een zwalbe. En is het een zwalbe? Dit is van der Heijden. Nou, volgens mij is het gewoon een strafschop. Velaan. Dit is Koppers. Maakt ook de laatste weken minuten bij de belofte. Hulscher. En weer een goede aanval van jong FC Twente. De laatste thuiswedstrijd dus in de Jubilee League. En ook de laatste thuiswedstrijd voor de trainer Jan Zuidman. Want die vertrekt naar Quick Boys. Dit is een handig balletje. En Oosterwijk. Een schot vanuit de tweede lijn. En doelman Kramer kan hem pakken. Hulscher. Koppers. Ja, het is goed gespeeld. Hulscher met een toko tegenover zich. Hulscher en... Weer de mogelijkheid voor jong FC Twente. Dat misschien wel de beste mogelijkheden kreeg. Vrije trap van de Bomen, Eindhoven. De bal richting Van Zon. Miyagi. Ja, die snel met bal, Miyagi. Goed de voordeelregel toegepast door scheidsrechter Martens. En Miyagi is op de brommer. Niet te belopen voor de Wilde. Miyagi en Kramer. Zo, wat een run zeg van die Japanner. Kan FC Twente opnieuw winnen van Eindhoven? Want in Eindhoven werd het 0-1. Dit is Koppers in balbezit. Hulscher. Op Koppers. Beweging bij Oosterwijk. Die maakt heel goed de ruimte voor Egan. Ja, hier moet je wat geluk mee hebben, maar het was een goede aanval van Twente. We zitten inmiddels in de slotfase. De bal inspelen richting Van Zon. Weggewerkt door Velaan. Egan. Hulscher. Dit is goed. Dit is Dos Santos. De Braziliaan heeft ruimte. Goed schot van Dos Santos, de invaller. Eindhoven heeft zich een mooi doel gesteld. Het wil meer dan 79 punten halen. Want Willem II, de kampioen van vorig jaar in de Jubilee League, kwam uit op 79 punten. Het is nog mogelijk voor de ploeg van Jean-Paul de Jong. Slegers en Platel. Ja, met wat geluk zit deze bal gewoon. We zitten inmiddels in de extra tijd. De voorzet... Platel half, Slegers. Weg bij Van der Heijden en Slegers. Uitgerekend hij. Met de 0-1 in blessuretijd
scoort hij de winnende goal voor Eindhoven. Joey Slegers. De fout van Platel, die had hem klem moeten hebben. Slegers eerder bij de bal dan Van der Heijden en ook eerder bij de bal dan Bijen. En zo wint Jean-Paul de Jong. En is de doelstelling van 79 punten nog steeds haalbaar.